Ze zijn boos en verontrust. De bewoners van de Eindhovense wijken De Bergen, Mariehagen en het Tramkwartier. Zo even langsgaan bij iemand in de binnenstad gaat veranderen. Per 1 maart gaat het hele systeem voor parkeervergunningen voor bezoekers op de schop. Nu betaal je nog met zo'n kaart. Die krijg je dan van de bewoners waar je bij op bezoek gaat. Maar per 1 maart wordt dat een app op de mobiele telefoon. Omdat het oude systeem versleten was, het was af, dus het moest vervangen worden. En nu hebben we het vervangen door een moderne systeem waar elders in het land en ook al in delen van Eindhoven met veel plezier gebruik van wordt gemaakt. Ik vind het behoorlijk asociaal beleid eigenlijk, omdat hier in de wijk heel veel mensen wonen die een zware zorgvraag hebben en die ook heel veel hulpverleners over de vloer krijgen, waaronder ook nog leveranciers van allerlei hulpmiddelen. En als zij het maar met een beperkt aantal uren moeten doen waarin mensen kunnen parkeren, ja, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Wij moeten met de app aangeven wie er bij mij komt, welk parkeernummer mijn auto, mijn bezoek heeft, hoe lang dat die blijven, et cetera, et cetera. En wij vinden dat het ons recht is om dat voor onszelf te houden. Die kentekens die worden alleen gebruikt voor de handhavers om te kijken, is de auto die hier staat van een bezoeker, is die aangemeld en mag die hier staan? Zo nee, dan krijgt hij een boete, ook om de bewoners daarmee te helpen. En de gegevens die worden verder niet gebruikt, die worden na 13 weken vernietigd en we kunnen niet gaan kijken van wie is die auto en hoe lang staat die er. Wat veel bewoners ook steekt, is dat ze al een parkeervergunning voor de rest van het jaar hebben gekocht. Het is vooralsnog onduidelijk wat er met die vergunning en het daarvoor betaalde geld gaat gebeuren. Daarom hebben ze een petitie ingediend bij wethouder Jannie Visser. Dankjewel. Zijn er nog... applaus. We hebben zo'n plusminus 250 handtekeningen opgehaald. In een korte tijd, eigenlijk in een dagtijd, hebben we dat geregeld. Want het is allemaal zaterdag gebeurd. Tot vrijdags hebben we die brief gekregen. En mensen zijn daar heel enthousiast over om daar tegenin te gaan, wat de gemeente wil. De bewoners van de diverse wijken maakten zich zorgen dat ze nog maar 200 uur per kwartaal bezoekers konden ontvangen. Hoe zit dat dan? Ja, dat was eigenlijk een beetje een broodje-aap verhaal. Want het gaat hier om mensen met een belanghebbende parkeervergunning. En voor die mensen gaat dat helemaal niet op. Die mogen gewoon allemaal per vergunning 1 bezoeker tegelijk laten parkeren. Daar hebben ze tot nu toe fysieke pasjes voor en straks een digitaal pasje. Gewoon iedere vergunninghouder mag 1 bezoeker laten parkeren. Daar zit geen limiet aan voor deze belanghebbende parkeerders in De Bergen, Mariehagen en de Tramstraat. De fracties van de VVD en de PvdA hebben middels raadsvragen gesteld over het nieuwe systeem voor parkeervergunningen voor bezoekers. In Eindhoven vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen en op dezelfde manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Dus wie het echt niet kan, die ook niemand heeft om hem te helpen, die helpen wij. Desnoods krijg je nog gewoon een pasje zoals je ook nu had. Het nieuwe systeem voor parkeervergunningen voor bezoekers in de binnenstad wordt dinsdagavond besproken in de gemeenteraad.